Hier wordt je geleerd hoe je moet omrekenen van kilometers per uur naar meters per seconde en andersom. Eerst wordt het uitgelegd. Als ik van meters naar kilometers moet, en ik moet van seconden naar uur, dan wordt dat eigenlijk in dit schema uitgelegd. Als ik namelijk, ga ik eerst even naar de onderste, van 1 seconde naar 1 uur wil komen, dan moet ik vermenigvuldigen met 3600. Want er zit namelijk in 1 uur, daar zitten 3600 seconden in. Ga maar na, 1 uur is 60 minuten, in elke minuut zitten 60 seconden, 60 keer 60 is 3600. Als ik dat in deze verhoudingstabel doe, dat ken je misschien al van wiskunde, ga ik van 1 seconde naar een uur, dan moet ik dus keer 3600 doen. Als ik dat onder doe, moet ik dat boven ook doen. Dus ga ik van 1 meter naar kilometer, moet ik dus ook keer 3600 doen. Dan krijg ik 3600 meter. En als ik dat weer omreken naar kilometer, moet ik delen door 1000. En dan krijg ik 3,6 kilometer. Nou, in dit schema wordt het eigenlijk nog wat makkelijker uitgelegd. Zorg dat je dit echt heel erg goed uit je hoofd leert. Van meter per seconde naar kilometer per uur keer 3,6. Ga ik van kilometer per uur naar meters per seconde. Dan moet ik delen door 3,6.